Misschien heeft het winnen van de halve finale bij onze Spelen ons wel Olympisch goud gekost. Ik heb, als ik jong was, heel veel sporten beoefend. Ik heb tot op mijn 14e op een heel goed niveau getennist. Ik denk dat ik wel een betere hockeyer was als ik een tennisser was. Ja, dat is een vicieuze cirkel. Waar je goed in bent, dat doe je graag. Wat je graag doet, doe je veel. En wat je veel doet, daar word je goed in. En dan, ja, dan is de cirkel rond. Daarna ben ik, ja, is heel snel gegaan voor mij. Op mijn 15e speelde ik in het eerste team van Dragon en 2 jaar later speelde ik in het nationaal elftal van België. Wanneer ik van de jeugdreeks de overstap maakte naar het seniorenteam, een team vol atleten die toch echt wel een stuk fitter en steviger zijn als ik toen op mijn 17e. Dus die jonge, onbezonnen 17-jarige die besefte wel heel snel dat hij moest aanpoten, dat er serieus getraind moest worden. Ja, wou ik mijn plekje bemachtigen en behouden. Ja, in 2016 was het eindelijk tijd voor mijn eerste spelen. In het toernooi was ik uiteraard ontzettend hard naar het uitgekeken, maar dat is ook een heel goede leerschool geweest. Nadat we de halve finale wonnen van Nederland, ja, denk ik dat er een aantal procentjes misschien afgingen, omdat je zo zegt niks meer te verliezen hebt. Dus ik denk dat ons misschien een beetje scherpte heeft doen missen in die finale. In die finale verliezen we van een realistischer team, maar zeker geen beter team. En dat is waar mij nog best hoog zit en wat ik altijd heel lastig heb kunnen verteren. De Olympische ervaring heeft ons ontzettend gesterkt. Als ik het vergelijk maak tussen de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap, waar iedereen mee bezig was, hoe scherp iedereen stond, wat er gezegd werd, ja, dat was niet meer hetzelfde team dat in 2016 de Olympische finale speelde. Ik kon me niet inbeelden dat wij die finale niet gingen winnen. We gaan van de bel om België weer een voorsprong te brengen. Laag, agressief. Van de bel kijkt. Van de bel, ja, die gaat scoren. Rob op de ronding. Van Asch komt, Hertzberger kijkt hem in de ogen. Van Asch gaat hem pakken. Nee, Hertzberger is en is België wel wereldkampioen. Ja, alles komt samen op dat ene moment en eens dat die bal overgaat en dat je beseft dat je wereldkampioen bent, ja, dan dat is bijna niet meer woorden te omschrijven. En het mooiste is dat je dat dan nog met z'n allen kunt delen op dat moment. Ik geniet van topsport. Dat maakt mij gelukkig, dat maakt mij blij. Topsport voor mij is ook gewoon leergierigheid. Dan is discipline heel belangrijk. Ja, en ook eentje voor mezelf heel belangrijk, is plezier. Ik ben Arthur van Doorn. Competitiebeest, teamspeler, doorzetter.